Charlesburg op de straat nummer 1 en Aruba se Srimati Tejwati Gauri Gorahu soch ke saat ye soochana deti hai. Sanija December 19 tarik onasi 79 saal ke umar me Srimati Tejwati Gauri Gorahu ke pati Ronald Ramon aur Sita ke pita Lorena Rita Mala Naresh Adhin ke sasur Kiran, Kaitash, Nisa, Ashwin aur Priya ke Aja, Ashwin aur Ashmita ke Nana, Amit Ganesh ke Ajwa Sasur, Ayanesh, Arohi aur Akshara ke Par Aja, Swarge Harold Gauri ke Pita, Charlesburg aur de straat nummer 1 ke rehne wale Sriman Dev Narayan Gauri ki mrityu hui hai. Arthi kalbut december ke 23 tarik subah 10 baje ghar par rakha jayega. Sare 12 baje Charlesburg aur de straat number 1 se arthi uthai jayegi. 2 baje vahnarzi par dah kriya ki jayegi. Arthi kal subah 10 baje ghar par rakha jayega. Tamam parivar har ek ko ye khabar di jati hai. Tweede rij weg nummer 121, Quata uitvlucht C. Srimati Nita Nayal Kali, Soch ke saat ye soochana deti hai. Soma december ke 21 tarik arsat, 68 saal ke umar me, Srimati Nita Nayal Kali ke pati, Shaili Jageser Nayal, Avinash Nayal, Dheeraj Nayal aur Suragani Nayal ke pita, Rajesh Jageser, Akasia Nayalja Group, Priya Nayalja Geser Gesa Sur, Tvisha, Vyash, Ayush, Aisha aur Drishti ke Nana aur Aja, Sriman Siv Narayan Kali ke Damat, Swarge Ganga Prasad Nayal, Swargya Samraji Nayal Badri ke Beta, Swargya Chandarvati Kali Chikur ke Damat, Tweede rij weg nummer 121 Quata uitvlucht krijgne wale Sriman Mahinder Prasad Nayal ki mrityu hui hai. Inhe log zyada Min ke naam se jante the. Arthi both December ke 23 tarik kal subah paune 8 baje ghar par rakha jayega. Paune 9 baje tweede rij weg nummer 121 Quata uitvlucht se arthi uthai jayegi. Subah 10 baje Kheradina Crematorium Dr. Shofir Atman Strat me dah kriya ki jayegi. Baithak nahi ki jati hai. Nivedan ki jati hai khrafstuka nahi lane ke liye. Arthi kal subah paune 8 baje ghar par rakha jayega. Tamam parivar har ek ko ye khabar de jati hai. Schietbaanweg nummer 84 AC Larke Monorat Soch ke saat soochana deti hai. Aaj mangar december ke 22 tarikh ko 78 saal ke umar me Michael aur Asha Monorat ka pita Ratna aur Anthony ka sasur Shailesh aur Shamira ka aaja Risto aur Sean ka nana Swargya Nora Monorat Karsari ka pati Schietbaanweg nummer 84 A ke rehne wale Sriman Ramlal Monorat ki mrityu hui hai Bas Lal ke naam se inhe log jante the Suk December ke 25 tarikh thi Subah 11 baje se nivasthan pe rakha jayega Sare 12 baje nivasthan Schietbaanweg 84 A se uthai jayegi Din mein 2 baje Pandit Jagdev Parakh Mishra Crematorium Dr. Shofir Atman Straat mein dah kriya ki jayegi COVID-19 maatregla par bhi gaur kiya jayega aur malum hona chahiye baithak nahi ki jati hai tamam parivar jaan pehchan walo har ek ko khabar di jati hai We praten vandaag met een jonge ondernemer, dat is Richard Kato di Krommel. Hij is fotograaf en we gaan meer van hem zelf horen. Welkom in de studio. Dank u. Alles goed? Ja, alles goed. Oké.
Ik heb je geïntroduceerd als jonge ondernemer, omdat ik je, ik heb begrepen dus dat je heel, ja, je bent, hoe oud ben je, als ik het mag vragen? 18 jaar jong. Extra jong. 18 jaar jong. Ja. En je bent fotograaf. Jawel. Oké, vertel een beetje over jezelf. Nou, ik ben 18 jaar jong, ik zit op de VWO. Ja. Ja, fotografie is eigenlijk een passie. Ik zag het op YouTube vaak genoeg en ik was van oké, ik wil het wel eens proberen. Ja. En een oom van me heeft een. Dus ik dacht, mag ik het uitproberen? Ja. Ik heb het naar Aruba gebracht, ik heb een paar foto's gemaakt. Ik vond het wel moeilijk in het begin. Mm-hmm. Maar dan ben ik zelf gaan onderzoeken. Dan vond ik van oké, is best leuk en ik kan iets ermee doen. En al mijn vrienden vonden het leuk dat ik foto's kan maken. Oké, dus je hebt eigenlijk... Heb je wel lessen gevolgd? Dus... Nee. Dus ik heb alles zelf. Uit jezelf ben je begonnen. Okay, ja. En wat voor foto's maak je het liefst? Portretfoto's van mensen, meestal. Mm-hmm. Okay. Meestal heb je meerdere, je hebt meer equipment nodig, bijvoorbeeld lenzen en zo om landscape foto's te maken. Ik heb specifiek een lens voor portretfoto's. Oké, maar wil je gaan verdiepen daarin? Ja, maar in feite zou ik het door als hobby willen doen. Ik zou niet echt willen studeren. Daarvoor, ja. Ja, maar denk je dat er echt iets valt te doen ermee in Suriname? Denk je dat je ermee, dat je echt ermee gaat kunnen leven, alleen met fotografie? In Suriname, heel eerlijk gezegd, vind ik niet. Want als ik het vergelijk met andere fotografen van alle landen, mm-hmm. vooral Amerika, vind ik van oké, daar kan je wel iets ermee doen. Maar je moet natuurlijk je inzet zetten. Ja, dat is het ook. Ja. Oké, je bent dus zo ben je gestart ermee. Maar neem je ook werk aan nu van mensen of zeg je van nee, je doet nog gewoon. Je zit nog te oefenen. Ja, mensen mogen me huren. Ik vraag niet zoveel, want ik vind nog dat ik een beginner ben. Hoe lang doe je het nu? Dus in maanden of in dagen? In feite ben ik 2 jaar al bezig. Maar nu pas ben ik me echt gaan verdiepen met het bewerken van foto's. Dat heb ik mezelf ook aan moeten leren. Mm-hmm. En mensen huren me nu. En ik vind het ook leuk om het te doen voor andere mensen. Ik doe altijd mijn moeite. Ja. Oké, maar denk je dat je ooit met, stel als je wordt gevraagd om met andere fotografen te werken, denk je dat je dat gaat kunnen doen? Graag, ik doe het graag. Ja. Ik leer altijd en ik weet dat je altijd kan leren. Ja. Je weet nooit te veel. Ja, dus je blijft altijd leren, bedoel je. Oké, maar je studie, je zei je bent op VWO 4. Ja. Wat wil je later gaan doen? Later wil ik farmacie studeren. Dat is een hele andere richting. Ja, heel. Iedereen schrikt als ik dat zeg. Ja. In feite doe ik dit om te sparen voor mijn studie. Oké, want je studie doe je dan in het buitenland? In het buitenland. Oké. Maar wat als je daar bent en je merkt plotseling dat fotografie toch meer geld geeft? Nou, dan ben ik gelukkig. Dus dan ga je het wel oppakken? Ja, natuurlijk. Oké, dus je denkt niet dat je het ooit gaat stoppen? Nee, dat denk ik absoluut niet. Het is echt een hobby. Echt een hobby. Ik zal op mijn 80ste met de camera lopen, denk ik. Ja. Maar doe je het alleen met een camera, een fototoestel, of kan je ook met je telefoon? Zeg van, met je telefoon maak je ook zo'n mooie foto. Ja, dat kan ook. Maar met een camera vind ik het veel makkelijker, want je kan alles zelf bepalen op je camera. En dan kan je daarna ook bewerken op een laptop en daar kan je alles veranderen. En dat is ook leuk, vind ik. Ja. Hey, je weet tegenwoordig is het van, men print niet uit, toch? Je weet dat je echt die foto's in een album hebt. Ja. Doe jij dat wel? Nee, ik stuur het gewoon via link, dan krijg je al je foto's. Maar dus natuurlijk is het ook een optie, want ik ken ook meerdere mensen die het kunnen doen. Ja, ik ken toevallig een fotograaf die het gewoon gelijk voor je uitprint. Oh. Op locatie, dus misschien is dat de optie. Ja, ja, toch? Ja. Oké, wat zijn je toekomstplannen? Behalve je studie en behalve... Heb je andere toekomstplannen? Nou, nu zie ik alleen mijn studie als mijn doel om dat af te maken en daarna wil ik misschien een farmacie oprichten. En... In Suriname of buiten? Overal kan. Maakt niet uit. Ja, want iedereen die studeert in het buitenland wil bijna niet terug. Dat is het, ja. Ik ben eigenlijk ook niet van plan om terug te komen, maar als het kan, waarom niet? Waarom niet? Oké. Dan wil ik je vragen om als je bent vrij jong en dan wil ik je vragen om jouw
leeftijdsgenoten als je een boodschap aan ze wilt geven van dat ze, ja, kijk, je bent niet aan het opgeven, je blijft gewoon doorgaan. Ja. Dus misschien heb je een boodschap voor hen. Oké. Wat mijn boodschap zal zijn is: probeer nieuwe dingen. Altijd, want ik dacht altijd van fotografie, ik zou dat volgens mij nooit kunnen doen. Mm-hmm. En nu zit ik hier. Yeah. En ja, ik heb het uitgeprobeerd. Uiteindelijk vond ik het leuk. Dus probeer alles. Misschien vind je het leuk. Misschien wordt het je hobby. Misschien wordt het je job. Yeah. Ik weet nooit. Dus ja, doe altijd iets nieuws. Oké, bedankt Richard. En ik zou willen zeggen, heel veel succes. Hopelijk zien we je binnenkort of in de toekomst ergens in het buitenland. Aboe, bedankt. Dat is wat ook bedankt. De regering verwacht dat volgens eerdere mededelingen van president Chandrika Prasad Santokhi dat deze maand een technische overeenkomst wordt bereikt met het Internationaal Monetair Fonds IMF. In januari moet de definitieve overeenkomst worden gesloten voor het lenen van $700 miljoen om de economie te stabiliseren. Coalitiefractieleider Asis Kumar Gayadin zegt aan Dagblad Suriname dat het programma dat uitgevoerd zal worden door Suriname is ontwikkeld waardoor geen nieuwe dingen door IMF doorgedrukt kunnen worden. Belangrijk voor hem is dat niet weer hetzelfde wordt herhaald zoals in 2016 gebeurd is onder de regering van toenmalige president Desi Bouterse. Toen werd een stand-by arrangement tussen Suriname en het IMF getekend op dat moment, maar de regering van Bouterse koos er vervolgens toch voor om naar de internationale kapitaalmarkt te stappen. De regering Bouterse adien heeft het IMF eigenlijk voor de gek gehouden, aldus Gayadin. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, en zijn bureaus voor burgerzaken zullen vanwege de verscherpte COVID-19-maatregelen open zijn voor beperkte diensten en beperkte openingstijden met ingang van dinsdag 22 december. De openingstijden zijn van 7 uur tot en met 1 uur. CBB-directeur Anastasia Kanapé-Pokki deelt mee dat het CBB uitsluitend open zal zijn voor aangifte van geboorte, overlijden en aangifte van echtscheiding. Ook zullen eerder gemaakte afspraken normaal voorgang vinden, bijvoorbeeld aangifte van huwelijken die reeds zijn geschied. De CBB-directeur benadrukt dat het CBB geen diensten zal verlenen voor het verstrekken van onder andere uittreksels, nationaliteiten, geboorteactes, stambomen of de aanvraag van paspoorten. Zij geeft aan dat er op zo'n manier een grote toestroom van burgers voorkomen wordt bij het CBB en zijn BVB's. In gesprek met Dagblad Suriname geeft de vicevoorzitter van het parlement, de arts Deo Charman, aan dat de huidige golf van lokale COVID-19-gevallen erg zorgelijk is. Charman benadrukt dat bij de indamming van het virus de burgerij een cruciale rol moet gaan spelen. Indien je geen essentiële bezigheden hebt over straat, vermijd het dan. Onnodig op hoeken van straten hangen, vergroot het risico alleen maar. Ook feestjes zijn op dit moment vers van nodig. Voor een jaartje moeten wij niet feesten. Als je toch uit huis moet, gebruik dan mond- en neusbescherming en zorg voor handhygiëne. Social distance is enorm belangrijk. Samen alleen kunnen wij verandering brengen in de situatie. De ondervoorzitter van het parlement benadrukt dat indien blijkt dat verdere verscherping van de maatregelen noodzakelijk is, dat dan zal gebeuren vanuit de regering. We hebben voor ons de fractieleider van de coalitie en de VHP-fractie, de heer Asis Kumar Gayadin. Meneer Gayadin, de regering heeft recent, naar aanleiding van de nieuwe aantal besmettingen van COVID-19, besloten om de maatregelen te verscherpen. We hebben gezien dat er toch enorm weerstand is gekomen vanuit verschillende groepen, vanuit de gemeenschap. Gisteren ook nog hebben kerkelijke leiders besloten om een petitie hier in te dienen in het parlement om hun misnoegen kenbaar te maken over de beperking van de tijd waarin ze hun godsdienstvrijheid tot uiting kunnen brengen. Hoe kijk je naar dit soort zaken? Nou, ik denk dat het altijd zo is. Ik bedoel, bij de discussie hebben we dat ook gehad, dat er nimmer een beperking kan optreden
voor de vrijheid van godsdienst. En ik denk niet dat vanuit de regering dat ook geschreven wordt. Ik was ook als parlementaire crisiscommissie erbij de discussie. En wanneer we zien dat er bij bijeenkomsten, in dit geval hadden we gezien dat er bij kerkbijeenkomsten er besmetting is geweest uit het verleden. Dus dat je voorzichtig bent. En ik bedoel, ieder heeft er baat bij dat we die samenleving beschermen. En ik denk dat dat aan de orde is, maar er is geen sprake van beperking. Ik denk dat met goed overleg, zoals de president dat heeft aangekondigd, er gekeken wordt hoe toch nog invulling gegeven wordt in samenspraak, dat de vrijheid van de burgers, zeker deze feestdagen, dan bedoel ik religieuze feestdagen, daar invulling aan gegeven kan worden. Er kunnen zoveel regels gemaakt worden en zoveel tot de gemeenschap gesproken worden, maar het blijkt dat de mensen de regels niet wensen op te volgen. Zijn er geen andere maatregelen die getroffen vanuit de regering getroffen kunnen worden om alsnog de regels af te dwingen? Want we zien ook nog, er zijn zelfs parties achter gesloten deuren die zelfs plaatsvinden. Recent heeft de politie op Kwata ook nog eentje bij eentje moeten invallen. Kijk je daarnaar? Daar hebben we gevraagd aan de regering. De besprekingen om harder op te treden bij die mensen of die instanties die zich niet houden aan de regels. Daar moeten we voor waken. En ik denk dat er die afspraken zijn gemaakt. En de komende dagen zal het optreden van de politie en de instanties dan ook duidelijk zijn. Andere kritiek vanuit de gemeenschap. Men vindt van dat regels gelden voor de burgerij, maar niet voor mensen die gelinkt zijn aan de regering. Friends and family van de regering, vooral vanuit de VHP. Kijk je naar deze stelling? Nou, ik weet niet of dat zo is. Wij hebben afspraken. Ik heb zelf voor december had ik een aantal activiteiten met structuren van de partij gepland. Dit weekend nog. Alles is afgelast. Ik bedoel, dus ik weet niet waarover men praat. Maar feit is, laten we kritisch blijven. Het is geen normale situatie. Het is een situatie waarbij wij niet terug moeten keren in de situatie van augustus. Omdat als dit zo doorgaat, wordt het erger dan augustus. En dat willen we niet hebben in Suriname. LVV-minister Pralat Seudin liet onlangs weten dat er van de week een oplossing komt in de veevoerschaarste. Volgens de minister zal het arriveren van de geïmporteerde lading aan grondstoffen en het afvoeren van de productie de problemen in de pluimveesector verhelpen. Daar is de pluimveehouder Glenn Swami Persat niet zo optimistisch over. De problemen zijn namelijk veel erger dan het lijkt. De kippensector gaat kapot. Ik ben zeer teleurgesteld. Vandaag zijn er weer nieuwe prijzen ingegaan voor voer. We zien geen licht meer aan het einde van de tunnel, zegt Swami Persat aan Dagblad Suriname. Per 21 december kosten starter en finisher respectievelijk 415 SAD en 360 SAD. Hij verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 een grote schaarste aan kip zal ontstaan, waarbij de prijs van een kilo kip tussen de 50 en 55 SAD zal bedragen. Met man en macht heeft de wereld gezocht aan een vaccin, maar de inkt van de bekendmaking is nauwelijks droog of er is een nieuwe variant van het coronavirus. Engeland is al in lockdown. En hoe is het hier met ons gesteld in Suriname? Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart wil nog niet praten van een tweede golf. Hij ziet de ontwikkelingen als een gewone golf en wijt de toename van het virus aan de regentijd. Van augustus tot oktober hadden we de grote droge tijd. En volgens Stuttgart gedijt het virus minder goed bij hoge temperaturen. Nu we in de kleine regentijd zijn beland, zie je weer een toename. Hij wijst ook op het feit dat 97% van de geïnfecteerde personen herstelt zonder medicatie. Stuttgart is er ook geen voorstander van dat we steeds kijken naar de ontwikkelingen in Nederland, omdat het klimaat in Nederland verschilt met dat van Suriname. Bestuurskundige August Boldewijn heeft een duidelijke visie omtrent het omgaan met de vrijheid van godsdienstbeleving en de maatregelen
die nodig zijn in het algemeen belang van de volksgezondheid. De mens heeft het recht om te leven en het recht op een vrije godsdienstbeleving. Hier zit een spanningsveld. Gaat het om recht om te leven of gaat het om recht op je godsdienst? Boudewijn benadrukt dat de overheid maatregelen kan treffen om het volk te beschermen tegen een oprukkend virus. De overheid kan daarom nooit zeggen, gaan jullie je gang maar. De overheid wil graag dat mensen hun geloof in vrijheid kunnen beleven, maar op dit moment wordt het leven in zijn algemeenheid bedreigd, stelt de bestuurskundige. Verschillende personen die op 25 mei hun krachten hebben gegeven tijdens de verkiezingen, melden via onderlinge appberichten en social media dat ze ontevreden zijn met de ontvangen bedragen voor hun inzet. De directeur van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, laat weten dat de zaken nu in onderzoek zijn en dat iedereen die recht heeft op uitbetaling zal worden vergoed. Alleenstaande bejaarden die afhankelijk zijn van de Algemene Ouderdagsvoorziening, AOV, hebben het steeds moeilijker. Het bedrag is onlangs verhoogd naar 750 SED voor elke persoon die in aanmerking komt. Echter hebben tegenover Dagblad Suriname meerdere bejaarden aangegeven dat overleven haast onmogelijk is zonder steun van anderen. Voor zij die niet kunnen rekenen op steun van elders is het een waar dilemma. Burgers hebben afgelopen maand een bonus van 300 SED ontvangen naast AOV. Desondanks stellen AOV'ers dat de prijzen ondraagbaar zijn. Een bejaarde persoon die niet bij naam genoemd wenst te worden stelt, we zijn nu in een survival mode. Er is geen ruimte voor iets anders dan elementaire benodigdheden. De COVID-pandemie maakt het alleen maar moeilijker. Door de strengere lockdown heb ik in het weekend minder bezoek. Na zoveel jaren werk moet ik weer inkomen gaan zoeken om te overleven. Telesuur heeft sinds de verscherping van de lockdownmaatregelen het dataverbruik zien toenemen. Dit bevestigt de afdeling communicatie van het bedrijf. Ondertussen zei president Chandrika Prasad Santokhi in de media dat studenten hebben laten weten dat zij de internetkosten hoog vinden. Het studeren tijdens deze COVID-19-periode betekent dat er veel gebruik gemaakt wordt van afstandonderwijs. De president heeft deze week ontwikkeling onder de aandacht gebracht van de minister van TCT en de president-commissaris van Telesuur. De president zegt eraan te werken om spoedig duidelijkheid te krijgen en streeft naar een oplossing. Belangrijk is dat de president aangeeft dat bekeken moet worden welke groepen moeten worden ontzien. Het ondersteunen van personen, anders genoemd subject-subsidie, moet nog verder ontwikkeld worden om groepen in de samenleving op een adequate manier bij te staan in deze moeilijke tijd. De burger is nog steeds geïnteresseerd in welk standpunt de VHP-ABOP-regering zal nemen inzake de rij- en voertuigenbelasting. In niet mis te verstane woorden gaf de VP voor de verkiezingen aan dat deze belasting niet gehandhaafd zal worden. Na de verkiezing lijkt dat enthousiasme bij de VHP verdwenen te zijn. President Chandrika Prasad Santokhi installeerde in oktober de werkgroep Aanpassing Evaluatie Wet en Rijvoertuigenbelasting. Deze werkgroep heeft ondertussen de stand van zaken niet gepresenteerd. De coalitie is daarvan niet op de hoogte. De RVB is in 2018 door het parlement aangenomen en is in januari 2019 afgekondigd. Er was eerder een hele discussie over het wel of niet betalen van de RVB in december, daar deze belasting betrekking heeft op een heel kalenderjaar.